bij de CD-ROM Barbie Horse Adventures. Tik je naam in het venster en klik op de knop Nieuw spel om van start te gaan. Als je dit spel al eens hebt gespeeld, selecteer dan je naam in de lijst en klik op Verder spelen. Rijden maar! Hey Theresa, ben je klaar voor de grote paardenshow? Je hebt al de hele week geoefend. Hoi Barbie, je gelooft nooit wat er gebeurd is. Ik ging Lucky ophalen in de stallen en haar box was leeg. Ik heb het aan iedereen gevraagd, maar niemand heeft er gezien. Maar het hek dat naar het bospad leidt stond open. Oh Barbie, ik vrees dat iemand er heeft meegenomen. Weet je dat zeker, Theresa? Waarom zou iemand Lucky stelen? Heel wat concurrenten zijn erop gebrand om dit jaar te winnen, Barbie. Lucky is zo'n geweldig paard. Ze denken waarschijnlijk dat ze meer kans maken om te winnen als ze er even kunnen laten verdwijnen. De paardenshow begint al over een paar uur. We hebben geen tijd te verliezen. Maak je geen zorgen, Theresa. We vinden haar wel. Ik volg het bospad. Blijf jij hier voor het geval iemand Lucky terugbrengt. Bedankt, Barbie, dat je dit voor me wilt doen. Alles voor een vriendin. Ik heb alle spullen die je onderweg nodig hebt in je zadeltas gestopt. Een radio, een katapult, een draagbare metaaldetector en een kaart van het dorp en de omgeving. Wanneer je zadeltas flikkert, moet je die openmaken, want dat betekent dat je binnenin iets zult vinden wat je nodig hebt op je avontuur. Bedankt, Theresa. Kun je je oefenen in jumping, samendrijven en schieten met een katapult. Als je een vaardigheid wilt kiezen, moet je erheen lopen. Barbie, ga jij maar naar de stallen en kies er een paard uit. Je moet eerst je paard bestijgen voor je de oefenpiste kunt betreden. Dit is de kleedkamer van het ranchhuis. Hier kun je je omkleden om te gaan paardrijden. Je kunt kiezen uit verschillende shirts, broeken, schoenen en hoeden. Klik op een kledingstuk om te zien of het Barbie staat. Blijf klikken als je alle kledingstukken wilt bekijken. Als je klaar bent om te vertrekken, klik dan op de terugpijl. Kies maar een paard, stijg in het zadel en begeef je naar de oefenpiste. Daar kom je meer te weten over de spullen die ik je heb gegeven. In de stallen kun je een paard kiezen. Je kunt het een naam geven, borstelen en voederen. Je kunt de kleur van je paard veranderen. Klik op de manen, staart of zadel. Blijf klikken tot je alle mogelijkheden gezien hebt. Beauty, prinses, robijn, sterrenlicht, sprankel, storm, toffee, fluistering, bellen. Blijkbaar is Lucky deze kant uit gegaan.
Kijk daar, een bonuszakje. We kunnen de verrassing gebruiken om het winnaarsgebied te versieren. Om een bonuszakje op te rapen, hoef je er alleen maar even overheen te lopen. Waar je je ook bevindt in het spel, je kunt altijd terug naar de... Ja! Brave meid! Uitstekend gedaan, Barbie. Je hebt dat jumping parcours. Gebruik de katapult als je ergens niet bij kunt. Bijvoorbeeld appels in een boom. Wanneer je zadeltas flikkert, moet je die openmaken, want dat betekent dat je binnenin iets zult vinden wat je nodig hebt. Oké. Laten we eens oefenen met de katapult. De krachtmeter aan de rechterkant van het scherm geeft aan hoeveel kracht je nodig hebt. Plaats de ster op je doelwit met behulp van je muis. Wanneer het oplicht, klik je op de linkermuisknop en hou je die ingedrukt tot de krachtmeter het pijltje bereikt. Op dat ogenblik laat je de knop los om te schieten. Hoe langer je de muisknop ingedrukt houdt, hoe verder het steentje wordt afgeschoten. Je bent een natuurtalent. Schitterend schot. Schitterend schot. Goed zo. Schitterend schot. Schitterend schot. Goed shot. Bijna. Hou de muis iets langer ingedrukt. Goed zo. Als je wilt terugkeren naar de ranch, klik dan op de terugpijl in de linkerbenedenhoek. Zie je al die jonge dieren? Sommige zijn uit een kraal ontsnapt, dus soms zul je hen terug moeten brengen. Even kijken of we deze groep dieren samen kunnen drijven. Probeer de kleintjes in de richting van de kraal te drijven. Ga naast de diertjes rijden en geef ze een duwtje in de goede richting. Als je alle dieren in hun kraal hebt gedreven, gaat het hek dicht. Zo hoort het. Ga zo door. Je moet het in de richting van de kraal drijven. En nog één. Je bent een natuurtalent. Ja! Alle dieren zitten weer in hun kraal. Goed gedaan.
Nu we onze jumpingtechniek geoefend hebben, is het tijd om op zoek te gaan naar Lucky. Ja! Kijk daar, een bonuszakje. We kunnen de verrassing gebruiken om het winnaarsgebied te versieren. Dit komt me bekend voor. Misschien moeten we rechtsomkeer maken. Een kampvuur. En het smeult nog. Dat betekent dat hier zo net nog iemand geweest is. En overal staan afdrukken van hoeven. Misschien moeten we even kijken of we geen aanwijzing vinden. Laten we ons paard vastmaken en het gebied te voet verkennen. Volgens mij steekt er in de zadeltas iets dat ons kan helpen om een aanwijzing te vinden. Zie je het licht rond de metaaldetector? Als je rondloopt en je komt in de buurt van een aanwijzing, wordt het groene licht geel. Als het licht rood wordt, heb je iets gevonden. Druk op de spatiebalk als je bovenaan op het scherm een schop ziet verschijnen. Dat is het teken om de aanwijzing te onderzoeken. Dat is geen aanwijzing, maar een oud blik. Volgens mij kunnen we elk moment iets vinden. Een stuk oud ijzer. We moeten blijven zoeken. Volgens mij kunnen we elk moment iets vinden. Aha, een hoefijzer. Dit moet een aanwijzing zijn. Snel Theresa op de hoogte brengen. Theresa, ik heb een hoefijzer gevonden. En een van de vormen die erop staat is een klavertje 4. Barbie, die is van Lucky. Ik heb die hoefijzer speciaal laten maken voor de show. Ik zie hier heel wat hoefafdrukken, Theresa. Maar ik weet niet of die van Lucky zijn. Kijk eens of je afdrukken ziet die overeenstemmen met het hoefijzer. Kijk eens of je tussen deze hoefafdrukken een afdruk vindt die overeenstemt met de hoef van Lucky. Klik op de borstel om het stof te verwijderen. Als het symbool op de afdruk overeenstemt met de hoef,
Verwijder dan de rest van het stof. Je krijgt een bepaald aantal beurten om een hoefafdruk aan een hoefijzer te koppelen. Als je denkt dat je het antwoord hebt gevonden, klik dan op het vraagteken en klik vervolgens op de hoefafdruk die volgens jou overeenstemt met het hoefijzer. Nee, dat symbool is niet hetzelfde als dat op het hoefijzer van Lucky. Probeer een andere hoefafdruk. Ze passen! Laten we hetzelfde proberen met een ander deel van de hoefafdruk. Nee, dat symbool is niet hetzelfde als dat op het hoefijzer van Lucky. Probeer een andere hoefafdruk. Alweer gelukt! Doe zo voort! Schitterende zet! Puikwerk! Theresa, ik heb de passende afdruk gevonden. Lucky is hier geweest. Dat is geweldig, Barbie. We zitten op het juiste spoor. Ik blijf het pad volgen. Ik roep je weer zodra ik meer weet. Goed, Barbie. Ik blijf bij de radio. Op zoek naar Lucky. Brave meid, Bella. Wat een leuke boomhut. Misschien heeft die jongen iets gezien. Excuseer me. Hallo, wat doe je hier? Wel, ik ben op zoek naar het verdwenen paard van mijn vriendin Theresa. Het is een zwart paard met een witte, klavervormige vlek op haar neus. We denken dat iemand haar heeft meegenomen. Heb jij iets opvallends gezien? Even denken. Ik heb inderdaad iets vreemds gezien. Nog niet zo lang geleden is hier iemand langsgekomen en die heeft een stukje papier laten vallen bij mijn geiten. Je kunt daar nog de snippers zien. Als je het niet erg vindt om mijn geiten in hun hok te drijven, kun je de stukken waarschijnlijk nog aan elkaar plakken. Hartstikke bedankt. Ik begin er meteen aan. Je moet eerst je paard bestijgen. Ik zie iets liggen op de grond. Ik kan die babygeitjes beter eerst samen drijven. Zo hoort het. Ga zo door.
Je moet het in de richting van de kraal drijven. Klik en sleep elk stukje papier naar het vierkant links op het scherm. Probeer ze allemaal samen te passen zoals bij een legpuzzel. Goed gedaan! Dat stukje past perfect! Goed gedaan! Dat stukje past perfect! Volgens mij past dat stukje daar niet. Probeer elders eens. Meesterlijk gewoon! Nog maar een paar stukjes te gaan. Goed gedaan! Klaar! Het is een uitnodiging! Snel Theresa op de hoogte brengen. Theresa, ik heb een aanwijzing gevonden. Een uitnodiging voor de paardenshow. Het is vast van de persoon die Lucky heeft meegenomen. Hier zit een luchtje aan. Knap werk, Barbie. Laten we blijven zoeken. Oh, juffrouw! Ik heb ook nog gezien hoe een paard en een ruiter door die struiken zijn gereden. Die, met die prachtige bloemen. Bedankt voor de tip. Een oude graanmolen. Zo te zien is de brug opgehaald, zodat we er niet in kunnen. Laten we ons paard vastbinden en de omgeving verkennen. Volgens mij moeten we hier blijven zoeken. Misschien kunnen we ze van het waterrad schieten met de katapult. Plaats de ster op de steen die je wilt raken. Hou de muisknop ingedrukt om het steentje weg te schieten. Je hebt er één geraakt! Nog maar een paar te gaan. Geraakt! Je bent een natuurtalent. Goed shot. Schitterend schot. Ja, de brug is neergelaten. Laten we binnengaan. Ik zie iets liggen onder een stapel bloemzakken. Dat lijkt een aanwijzing. Zullen we proberen die bloemzakken te verplaatsen? Dan kan ik zien wat erachter ligt. Klik op de bloemzakken om er twee of meerdere tegelijk te verwijderen. Je kunt alleen bloemzakken verwijderen die naast elkaar liggen en hetzelfde label hebben. Fantastisch, doe zo voort! Je moet voldoende bloemzakken verwijderen tot je de verborgen aanwijzing ziet. Als je meerdere bloemzakken met hetzelfde label aanklikt, zullen ze tegelijk verdwijnen. Puikwerk! Schitterende zet! Bijna! Probeer het nog eens! Meesterlijk gewoon!
Prima! Bijna! Probeer het nog eens. Fantastisch! Doe zo voort! Buikwerk! Bijna! Probeer het nog eens. Schitterende zet! Meesterlijk gewoon! Prima! Prima! Een hoed. Ik breng Theresa meteen op de hoogte. Hoi Barbie, heb je nieuws? Ik sta in een oude graanmolen en het lijkt erop dat hier zo net nog iemand is geweest. Ik heb een hoed met een gekleurd lint gevonden. Dat moet een aanwijzing zijn. Alweer een stukje van de puzzel ontrafeld. Ik moet er vandoor. Ik denk dat ik weldra iets zal ontdekken. Oké, Barbie, tot later. Brave meid. Ik heb in die boom appelen zien hangen. We kunnen de katapult gebruiken om ze eruit te halen. Wat een leuk stadje. Laten we in de winkels naar aanwijzingen zoeken. De bloem. Excuseer me, mevrouw. Hallo, wat kan ik voor je doen? Ik ben op zoek naar informatie. Mijn vriendin neemt deel aan het Nationale Kampioenschap Paardenshow. Maar haar paard is vermist. Ik denk dat degene die het paard heeft meegenomen hier is langs geweest. Wel, ik ben momenteel het boeket aan het maken voor de winnaar van de paardenshow. Het wordt prachtig, maar ik krijg mijn werk nooit af als ik het alleen moet doen. Wil jij een handje toesteken? Ja hoor, graag. Eerst moeten we de bloemen sorteren die bij elkaar horen. Op het eerste gezicht zien ze er allemaal hetzelfde uit. Maar als je goed kijkt, merk je hier en daar verschillen. Je kunt telkens twee identieke bloemen vinden. Dus studeer elke bloem aandachtig en zoek de paren bij elkaar. Klik op de beide bloemen wanneer je denkt een paar te hebben gevonden. Fantastisch, doe zo voort! Goede gok, maar niet helemaal juist. We proberen het nog een keer. Oeps, die bloem was niet helemaal hetzelfde als de andere. We proberen het. Goede gok, maar niet helemaal. Oeps, goede gok, maar niet helemaal. Oeps, die goede gok. Oeps, goede gok, maar. Oeps, goede gok, maar niet helemaal. Oeps, die buikwerk. Goede gok, maar. Oeps, die bloem was niet helemaal hetzelfde. Goede gok, schitterende zin. Oeps,
die bloem was niet helemaal hetzelfde als de... Goede gok, maar niet... Er blijft nog... Goed gedaan, doe zo verder. Goed gedaan! Kun je deze bloemen op de juiste plaats schikken in het winnaarsboeket? Tuurlijk, ik help je even. Laten we de bloemen aanklikken en naar de juiste plaats in het winnaarsboeket slepen. Misschien hoeven we niet alle bloemen te gebruiken. Goed gedaan, doe zo verder. Fantastisch, doe zo voort. Prima, puikwerk. We zijn bijna klaar. Fantastisch, doe zo voort. Prima, puikwerk. Ik ben je zo dankbaar, lieverd. Zonder jou had ik het niet gered. Blij dat ik kon helpen. Weet je, ik herinner me plots weer dat een vriend van me heeft gezegd dat hij buiten een prachtig zwart paard had gezien dat vastgebonden was. Het paard had maar 3 hoefijzers, dus heeft hij een nieuw gemaakt. Het moest een speciaal hoefijzer zijn met een klavertje 4, zodat het zou passen bij de andere. Dat is Lucky. Wat goed dat je je dat nog herinnert. Je hebt me erg geholpen. Help je me om nog enkele bloemstukken te maken? Dit lijkt de kruidenier wel. Laten we binnen een kijkje nemen. Deze schattige kuikens zijn verdwaald. Laten we ze terugbrengen naar hun nest. Volgens mij heb je dit al vaker gedaan. Het is ons gelukt. Alle kuikens zijn weer in hun nest. Kom, we gaan binnen. Hallo daar. Jij bent blijkbaar druk in de weer. Kan ik helpen? Dat zou fantastisch zijn. Ik wil deze spullen naar de paardenshow brengen dit weekend. Wil jij ze voor me in de passende vaten stoppen? Tuurlijk. Zullen we dit fruit sorteren? Klik op de kokers om het fruit in het overeenkomstige vat te droppen. We moeten 3 stuks van elk in het juiste vat droppen. Oeps! Fantastisch, doe zo voort! Puikwerk! Schitterende zet! Puikwerk! Ziezo, klaar! De vaten kunnen in de truck worden geladen. Hartelijk bedankt. Kan ik iets voor jou doen? Ik ben op zoek naar een paard. Ze is zwart en heeft een witte klaver op haar neus. Heb jij haar toevallig gezien? Nu je het zegt, ik heb een paard met een ruiter gezien die ik niet kende. In dit dorpje kent iedereen, weet je wel. Maar de ruiter heeft deze sjaal verloren. Bedankt voor de informatie. Je hebt me erg geholpen. Geen dank. Blij dat ik je heb kunnen helpen. Dit is de antiekwinkel. Laten we een kijkje nemen.
Waarmee kan ik je helpen? Hallo, ik hoop dat je me kunt helpen. Ik ben op zoek naar iemand, een paard om precies te zijn. Heb je toevallig niemand gezien op een groot zwart paard? Ha, dat treft. Een paar uur geleden is iemand met een zwart paard gestopt. Ze hadden nieuwe teugels nodig voor het paard. Ik heb er een prachtig antiek horloge voor gekregen. Zou ik dat horloge even mogen zien? Het ligt in dat juwelenkistje. Ik weet nog dat er hartjes op stonden. Neem gerust een kijkje als je wilt. We moeten deze juwelen ordenen om het antieke horloge te vinden. Klik op de juwelen om er twee of meerdere tegelijk te verwijderen. Alleen juwelen die naast elkaar liggen en bij elkaar passen, kunnen samen worden verwijderd. Prima! Fantastisch, doe zo voort! Puikwerk! Aha, gevonden! Je hebt gelijk, wat een prachtige horloge! Hé, kijk eens, allemaal hartjes! Gek, ik kan ze niet openmaken. Wat vreemd, de hartjes zitten los. Als we ze in de juiste richting draaien, gaat het horloge vast open. Misschien vormt de positie van de hartjes een patroon. We komen in de... Gelukt! Goed gedaan! Kijk, er staan initialen op de binnenkant van het horloge. Snel Theresa op de hoogte brengen. Hoi Theresa, ik ben alweer wat te weten gekomen. De antiekhandelaar heeft een horloge dat afkomstig is van iemand die het heeft ingeruild voor nieuwe paardenteugels. Er staan initialen binnen in het horloge. Dat is vast een interessante aanwijzing. Die zou ons wel eens naar de persoon kunnen leiden die Lucky heeft gestolen. Ik zal hier eens kijken of een van de deelnemers aan de show dezelfde initialen heeft. Over en uit, Theresa. Zijn we al geweest. Misschien moeten we een nieuw pad inslaan. De brug is blijkbaar stuk. Je moet eerst je paard bestijgen. Excuseer me. Dag juffertje. Waarmee kan ik je van dienst zijn? Ik moet naar de woestijntuinen. Daarheen. Ik zou je wel naar de overkant van de rivier willen brengen, maar de brug is stuk. Als je me helpt de juiste stukken hout te vinden, zodat ik de brug kan herstellen, kun je naar de overkant. Prima, we proberen het. We moeten de pijltjes toetsen op het toetsenbord gebruiken om het net naar links en naar rechts te bewegen. Alleen op die manier kunnen we de 8 stukken hout vangen die ontbreken in de brug. Wees op je hoede voor kikkers en stukken hout die niet passen.
Als we er zo een vangen, zal een eerder gevangen stuk hout weer in het water vallen. Meesterlijk gewoon! Prima! Goed gedaan. Doe zo verder. Wat goed. Je hebt alle 8 stukken gevonden. Even kijken of we de brug nu kunnen herstellen. Nu we alle stukjes hebben gevonden, kunnen we het gat in de brug vullen. Klik en sleep de stukken naar de juiste plaats om de gaten te vullen. Goed gedaan. Doe zo verder. Volgens mij past dat stukje daar niet. Volgens mij past dat stukje. Volgens mij past dat stukje. Volgens mij past dat stukje daar niet. Probeer elders eens. Volgens mij past dat. Fantastisch, doe zo voort. Volgens mij past dat stukje daar niet. Prima. Puikwerk. Nog een paar te gaan. Fantastisch, doe zo voort. Prima. Puikwerk. Bedankt, juffertje. Ik had deze brug nooit in mijn eentje kunnen herstellen. Graag gedaan. Doei. Rij voorzichtig. Dit bord brengt je naar de oever van de rivier. Zie je die grotten? Aan de hoefafdrukken te zien is Lucky daar binnen gegaan. We kunnen ons paard beter vastbinden en op onderzoek uitgaan. Te voet maken we minder lawaai. Wat een mooie grot! Moet je al die opmerkelijke stenen zien? Volgens mij kunnen we elk moment iets vinden. Dit is geen aanwijzing, maar een oude flessendop. Volgens mij kunnen we elk moment iets vinden. Theresa, ik heb enkele hoefafdrukken gevolgd die lijken op die van Lucky. En ze hebben me naar deze woestijngrotten geleid. Hier heb ik met mijn metaaldetector iets gevonden. Maar ik kan er niet bij, want het ligt bedolven onder de stenen. Probeer de stenen opzij te leggen, zodat je kunt zien wat het is. Het kan belangrijk zijn. Kom, we proberen die stenen opzij te leggen, zodat we bij de aanwijzing kunnen komen. Klik op de stenen om er 2 of meer tegelijk te verwijderen.
Alleen bij elkaar passende stenen die naast elkaar liggen, kunnen samen worden verwijderd. Probeer een groot aantal stenen samen te brengen. Zo win je extra bonuszakjes. Schitterende zet! Meesterlijk gewoon! Een speld. Weten dat die van de persoon is die zijn sjaal in de kruidenier heeft laten liggen? Ze hebben die zeker willen verstoppen. Er hangt een plukje haar aan vast. Ik kan beter voortmaken. Ik zal Theresa onderweg de nieuwe informatie geven via de radio. Gedaan. Hallo daar! Rij je in de richting van het ravijn? Hoi, ja, daar rij ik heen. Volg me dan maar! Bedankt, wat aardig van je! Wat een leuk huisje! Eigenlijk is het een voederpost waar jij even kunt stoppen om je paard iets te laten eten. Wat is het lievelingskostje van je paard? Ik heb wortelen, appelen, suikerklontjes. Kies maar uit! Laten we deze spullen sorteren. Klik op de kokers om de lekkernijen in de overeenkomstige vaten te droppen. Fantastisch, doe zo voort. Werk. Schitterende zet. Meesterlijk gewoon.
Kijk, daar een sleutel. Maar we kunnen er niet bij. Misschien valt hij op de grond als we hem raken met onze katapult. Gelukt! Kom, we kijken in het spoorwegkantoor of we daar iets vinden dat ons kan helpen. Hé, dat lijkt leuk. De code bestaat uit 4 toetsen die je op de machine terugvindt. Klik en sleep de toetsen naar de lege ruimtes op de machine. Wanneer je denkt dat je de toetsen op de juiste plek hebt geplaatst, klik je op de hendel om te zien of je antwoord correct is. Geweldig! We hebben er 1 goed geraden. Nog 3 te gaan. Oeps! Ik zou deze combinatie beter opschrijven. Dit lijkt een soort combinatieslot. Ik durf erom te wedden dat we de symbolen bovenaan op het scherm moeten combineren met de symbolen op het combinatieslot. Klik op de knoppen onder de symbolen om de combinatie te wijzigen. Wanneer je denkt de juiste combinatie te hebben gevonden, klik je op het slot om te zien of je het bij het rechte eind hebt. Puikwerk! Theresa, ik heb Lucky gevonden en ze maakt het prima. We brengen haar zo snel mogelijk terug naar de ranch. Oh Barbie, hoe kan ik je ooit bedanken? Barbie, ik ben zo blij jou en Lucky terug te zien. Ik heb een lijst van mogelijke verdachten opgesteld aan de hand van de aanwijzingen die we onderweg hebben gevonden. Laten we ze even doorlopen. We moeten nu kijken welke foto beantwoordt aan deze aanwijzingen. We kunnen verdachten elimineren aan de hand van de aanwijzingen. Als we de persoon vinden die aan alle aanwijzingen beantwoordt, is ons mysterie opgelost. Je kunt verdachten verwijderen door eerst op de roze X en daarna op de foto te klikken van degene die niet aan de aanwijzingen beantwoordt. Klik op het vraagteken wanneer je denkt dat je het antwoord kent. Klik daarna op de foto die beantwoordt aan de aanwijzingen. Laten we beginnen met op de foto's te klikken van de eigenaars die geen rood haar hebben. Meesterlijk gewoon! Wie draagt geen roze sjaal? Goede gok, maar niet helemaal juist. We proberen het nog een keer. Goede gok, maar niet. Goede gok, maar niet helemaal. Goed gedaan. Goede gok, maar niet. Goede gok. Wie draagt geen blauwe hoed? Goede gok, puikwerk. Die naam heeft niet de initialen CB. Puikwerk. Die is het. Dat is de persoon die Lucky heeft meegenomen. Ze dachten zelf meer kans te maken op de overwinning door Lucky uit te schakelen. Maar nu worden ze zelf buitenspel gezet.
Uiteindelijk hebben we Lucky tijdig hierheen gekregen, zodat jij kunt deelnemen. Het is bijna tijd om te starten. Veel succes, Theresa! Laten we het winnaarsgebied helemaal versieren voor de prijsuitreiking. Dit is het winnaarsgebied. Hier staat de winnaar en zijn paard om de trofee in ontvangst te nemen. Gebruik de versieringen uit de bonuszakjes die je gevonden hebt om dit gebied te versieren. Waar je je ook bevindt in het spel, je kunt altijd terug om de bonuszakjes te openen. Klik gewoon op de terugpijl. Je kunt de bloemenslingers vastmaken aan het dak of langs de zuilen. Om een slinger toe te voegen, klik erop en klik dan op het dak of een zuil. Je kunt de bloemen in de bloembakken of de hangmanden plaatsen. Om een boeket toe te voegen, klik erop en klik dan op de bloembak of de hangmand. Wat goed van je, Theresa. Gefeliciteerd met je overwinning. Nou, zonder jou had ik het niet gered, Barbie. Daar heb je toch vrienden voor? Ik heb een verrassing voor je als dank voor je hulp. Ach, Theresa, wat is ze mooi. Ik weet zeker dat ze op een dag even goed wordt als Lucky. Dat denk ik ook. Ze mag hier in de stallen blijven bij de andere paarden. Op die manier kun je haar bezoeken wanneer je maar wilt. Als je je veulen wilt zien, moet je de stallen binnengaan en de stal aan de rechterkant selecteren. Het veulen is nog te klein om bereden te worden. Maar we kunnen haar roskammen en voederen, zoals we met de grote paarden doen. We kunnen het veulen voederen en borstelen. Als je haar wilt voederen, selecteer je iets lekkers uit de emmer en beweeg je het naar haar mond. Als je het veulen wilt borstelen, klik je op de borstel op de plank en beweeg je die over haar manen en staart.
Nu we het mysterie opgelost hebben, kunnen we teruggaan en een pad kiezen of een van de spelletjes opnieuw spelen. Gewoon voor de lol. Terug naar start. Weet je zeker dat je wilt stoppen? Weet je zeker dat je wilt stoppen?